We staan hier voor het oude gymzaaltje van de voormalige openbare school waar Theo Thijssen nog les heeft gekregen. In de Raamstraat in Amsterdam. In de jaren 60 was hier het sociaal-religieus gesprekscentrum gevestigd. Hier kwamen de alternatievelingen bij elkaar. Ook ontstond hier de eerste provo-beweging. In 1966 was Godfried Bomans door Jan Pik uitgenodigd om eens te komen luisteren naar zijn versie, zijn lezing van zijn boek. Hij was namelijk beschuldigd van pornografie en wilde graag Godfrieds mening daarover horen. Toen Godfried hier kwam, kreeg hij een bulletin in zijn handen gedrukt van de Rode Jeugd. In dat bulletin werd opgeroepen allerlei Amerikaanse instellingen te bekladden, te bekogelen, in brand te steken en wat ze maar wilden. Enkele dagen later gebeurde dat ook. En zo ontstonden bijvoorbeeld de Telegraafrellen, waarbij zelfs een dode viel. Godfried publiceerde enkele dagen daarna in de Volkskrant een stuk waarin stond dat hij dat wel wist. Van tevoren had hij in het bulletin gelezen dat daartoe werd opgeroepen. Godfrieds stuk was aanleiding van de politie om de raddraaiers op te pakken. Zij werden gevangen gezet en moesten voor de rechter komen. Door de linkse schrijvers, onder andere door Harley Mulisch, werd Godfried voor verrader uitgemaakt. Dat zinde hem niet erg om op die manier vrienden kwijt te raken. Maar sindsdien bleef zijn naam wel gevestigd als rechtse schrijver en als verrader. Om het enigszins goed te maken, want het was toch niet zijn bedoeling dat door zijn schrijven mensen in de gevangenis terechtkwamen, maakte Godfried 100 gulden over. Die 100 gulden gingen rechtstreeks naar de Vietcong. Er ontstond een hetze tegen Godfried. Die ging zelfs zo ver dat hij bedreigingen ontving en zijn huis beschermd moest worden. Zelfs toen hij nog op Rottumerplaats zat, helemaal alleen, was hij doodsbang dat ze hem daar zouden kunnen komen opzoeken. En toen er 3 verstekelingen het eiland beklommen, was hij echt benauwd dat een aanslag op zijn leven gepleegd zou worden.